fijn u weer te zien. Ik heb u wel gemist hoor. Maar ja, corona. Maar nu durven we weer. En we beginnen meteen maar hier in Reijersdam met een echte kampioene. En de kampioene, we hebben er al eerder over gesproken, een paar jaar geleden, is Julia Binsarowska. En zij is een kei in het dammen. Geweldig. Nou Julia. Hallo. Ik wil je eerst maar feliciteren met, ja, bedankt. Met je kampioenschappen. Ja. Jij hebt meegedaan aan een Nederlands kampioenschap, dammen, ja. Europees kampioenschap en wereldkampioenschap. En dan niet zomaar dat je als 25ste eindigde, maar als eerste, tweede en derde. Nou, ja. Dat vind ik wel geweldig knap. Dus we dachten van nou, daar moeten we het dan nodig maar eens weer eventjes over hebben hoe dat nou is gegaan. Ja. Zullen we beginnen met het Nederlands kampioenschap? Vertel eens, hoe ging dat en waar was dat en wanneer? Nou, ik heb dus meegedaan aan het Nederlands kampioenschap algemeen. Ja. En dat houdt in dat er zowel jongens als meisjes aan deelnemen. En van mezelf had ik niet verwacht dat ik kampioen zou worden. Omdat er eigenlijk nog nooit een meisje kampioen is geworden bij de categorie algemeen. Nou ja, zeg maar, weet je wat ik me dan afvraag? Wat is nou het verschil tussen jongensdammen en meisjesdammen? Je hebt toch gewoon hetzelfde bord? Ja, maar... er is een categorie algemeen en een categorie meisjes. Ja. Eigenlijk dammen niet zo heel veel meisjes. Dus bij de categorie van alleen meisjes, dan had je maar 6 deelnemers. Ben je altijd kampioen? Niet altijd geweest. Ja. Maar bij algemeen heb je veel meer deelnemers, omdat er ook jongens deelnemen. Ja, ja. En daar heb je dus een geweldige prijs behaald. Ja. Ja, ja, leuk hoor. Nou, en toen waren er ook nog Europese en wereldkampioenschappen. Maar die waren natuurlijk niet tegelijkertijd. Eerst moet je natuurlijk, eerst heb je de Nederlandse kampioenschappen. Want daar moet je dan bij de eerste 3 plaatsen om naar het Europese en wereldkampioenschap te gaan. Oh ja, kijk. En het Europese kampioenschap, dat was in de zomervakantie. Ja. En het wereldkampioenschap was van oktober tot november. Oké, okay, dat was in 2022. In 2022, afgelopen jaar. Ja, afgelopen jaar. En met die wereldkampioenschappen, ik heb jouw diploma's eens bekeken. Maar die zijn allemaal in Turkije. Ja, dat klopt. Oh, en is dat, want de vorige keer, toen we met elkaar spraken, toen was je ook naar de kampioenschappen geweest, die waren ook in Turkije. Is Turkije zo'n goed damland? Ja, het is meestal eigenlijk wel in Turkije. Soms is het ook wel eens in Polen en één keer is het ook wel eens in Nederland gehouden. Okay. Maar meestal is het wel in Turkije, ja. Maar er dammen eigenlijk niet heel veel mensen daar. Maar op de een of andere manier wordt het daar wel altijd gehouden, ja. Bijna altijd. Dat is altijd wel leuk. Hey, en vallen die kampioenschappen dan in een vakantie? Nou, het Europese kampioenschap dat is dus in de zomervakantie. Oh ja. Dus ja, daar kon ik gewoon heen. Daar hoefde ik niks voor school te regelen. Nee, nee. En het wereldkampioenschap, dat was van oktober tot november. Dus dat was niet in de vakantie. Nee. En hoe duurt dat dan een paar weken, zo'n kampioenschap? Ja, dat duurde meestal 1,5 week, zoiets. Oh ja. Het reguliere toernooi, dat duurt een week. En daarna krijg je nog Rapid en Blitz. Dat is dat moet je even uitleggen hoor. Rapid en ja, Blitz. Bij het reguliere toernooi, daar heb je 80 minuten plus 1 minuut per set. Ja, oh ja. Dus dat, dan kan een partij wel 6 uur duren. Goeie. En bij Rapid heb je 15 minuten plus 5 seconden per set. Dus dan is een partij iets korter. Ja. En bij Blitz, dan moet je snel spelen. Dan heb je 5 minuten plus 3 seconden per set. Oh, ja. Maar wat, kijk, ik denk, ik ben zelf ook leraar geweest. Ik denk maar als een leerling van mij zomaar 1,5 week weg is,
Hoe heb je dat geregeld? Want de vorige keer zat je in groep 8, dus misschien wat makkelijker, je bent een goede leerling. Maar hoe ging dat dan op school nu op Pieterzand? Ja, het was eigenlijk heel goed en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Want het kon allemaal heel goed geregeld worden. Ik mocht gewoon vrij van school krijgen. En de toetsen die ik miste, die kon ik gewoon op een later moment inhalen. Ach, geweldig. Kijk, zulke medewerking heb je nodig, hè? Ja, wat leuk zeg. Je bent nu een pupil. Sinds januari ben ik aspirant. Oh, kijk. Omdat ik in 2009 ben geboren. Oh, kijk, ja. Een paar maanden geleden was ik nog wel gewoon pupil. Ja, maar dat heeft dus louter met leeftijd te maken. Ja, het heeft wel met leeftijd te maken, maar vooral in het jaartal waarin je geboren bent. Oh, juist. Want het maakt eigenlijk niet uit of je in januari 2009 geboren bent of in december 2009. Oh, ja, dat is er wel, toch wel een heel verschil. Ja. Maar ze kijken echt naar het jaartal. Ja. Zijn er naast het dammen nog dingen die je ook leuk vindt om te doen? Ja, ik heb natuurlijk wel andere hobby's, maar ik zit niet echt nog op een andere sport of zo. Ik hou bijvoorbeeld van voorlezen, van zwemmen, van bakken, dat soort dingen. Oh, dat vind ik allemaal leuk. Ja. Maar ik heb niet echt nog topsport of zo dat ik doe. Nee, maar dit is al topsport genoeg. Ja. Voorlezen, aan wie doe je dat? Ik lees gewoon een beetje voor aan mijn kleine zusje. Oh, leuk. Is jouw kleine zusje ook al een beetje aan het dammen? Die is nu anderhalf. Oh, ja, dat is echt. Ja, nee, dat is natuurlijk veel te klein. Dat gaat niet. Je hebt dus een aantal prijzen gewonnen, die hebben we gezien. Waar bestaan die verder uit? Het bestaat dus uit een beker, een medaille en een diploma. En misschien lijkt het heel weinig, maar het betekent echt heel veel voor mij. En er zit ook heel veel werk achter. Ja, dus. Ja, want je traint elke dinsdagavond, hè? Dat is jullie damavond. Ja, ik train aan zelfstudie doe ik 10 uur per week. Dat is minimaal. Maar dan heb je ook nog allemaal toernooien. Bijvoorbeeld dus op dinsdag speel ik een wedstrijd. En op zaterdag speel ik vaak ook een wedstrijd. Maar die zijn niet allemaal in Kampen? Nee, niet allemaal in Kampen. Nee. Zeg maar, wat versta je onder 10 uur zelfstudie? Dat betekent dat ik allemaal uit damboeken werk. Dat soort dingen. Dat je bepaalde posities uit je hoofd leert? Ja, dat niet per se uit mijn hoofd leren, maar allemaal puzzeltjes probeer ik dan op te lossen van dammen. Ja. En daar heb ik gewoon damboeken van. Ja, ja. Wat leuk. Hey, en is er ook nog iemand die jou traint? Esther van Muijen en Michel Stemfer. En mijn eerste trainer, dat was Henk Aminga. Ja. 10 uur dus studeren op posities. Ja, het lukt me niet altijd, maar ik probeer wel er. Maar dat is wel gewoon de afspraak ongeveer die ik met mezelf maak. Ja, dat vind ik wel. Dan moet je wel een beetje zelfdiscipline hebben. Ja, en je kunt het allemaal goed met school ook? Op zich lukt het wel. Maar je zit nu in de tweede klas. Ja, de eerste klas is altijd wat moeilijker dan de tweede. Ja. Maar in de tweede ben je ook wel gewend aan huiswerk. Ja, precies. Dat kun je allemaal goed rooien. Ja. Ja, en heb je al enig idee? Ja, we zitten nou maar met het dambord voor ons neus. Maar wat jij later zou willen gaan doen? Met dammen? Ja, of gewoon voor jezelf, voor de studie. Mij lijkt het natuurlijk ook heel leuk om zelf damtrainer te worden. Ja. Op vrijdag train ik bijvoorbeeld ook kinderen nu. Dus ik wil er later denk ik ook wel iets mee doen, maar ik wil ook sowieso in de universiteit gaan werken. Kijk eens aan. Maar ik weet nog niet wat ik daar. Nee, daar heb je nog tijd genoeg voor. Ik heb nog wel een vraag over de dam en misschien ook schaaksport. Er is een man, Magnus Carlsen. Die wordt ervan beschuldigd dat hij vals speelt. Maar hoe kun je nou met zo'n bord vals spelen? Heb je daar enig idee van? In dat opzicht lijkt schaken en dammen natuurlijk op elkaar. Want online kan je heel makkelijk vals spelen. Want dan zet je gewoon een computer naast je eigen computer. En dan
zegt hij gewoon alle zetten. In het echt is het natuurlijk veel moeilijker, want, maar er worden wel eens van die trucjes gebruikt van met een telefoon. Met oortjes. Ja, met oortjes of naar de wc met een telefoon. Oh ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is, nee, maar dat is tegen mij gelukkig nog nooit gebeurd. Nee, gelukkig, nee, daar gaan we ook niet vanuit. Nou, ik stel voor dat wij, ik durf het bijna niet te zeggen, Dirk, een potje spelen. Ja, is goed. Nou, prettige partij. Ja, goede partij. Gefeliciteerd. Speelt. Ja. Hey Julia, ik vond het weer een plezier om met jou een praatje te maken. Ja, ik ook. Ik wens je heel veel succes. Ja, en als er weer kampioenschappen zijn en je hebt weer een lekkere prijs gewonnen, dan komen we graag nog een keertje terug. Ja. Heel veel succes. Leuk.